En nu uh, ja, worden we niet alleen wijzer van, van elektronisch afval en hoe dat, dat gescheiden wordt. maar kunnen we zelf ook een steentje bijdragen hoe dat je daarmee omgaat. Basisschool Het Kloosterhufken in Deest doet mee aan een bijzonder project. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat wij dicht bij huis in het dorp Deest. en op onze eigen dorpsscholen. Uh, kinderen aan aanreiken kunnen laten komen met, uh, ja, met milieu. en hoe dat je uh, kort en nabij huisafval kunt scheiden. Groep 7 en 8 verzamelen elektronisch afval voor hergebruik. Wij zijn IW-stand en verzamelen. Aan het verzamelen. Dat betekent um, elektrisch afval. En um, meestal wordt dat verbrand of kapot gemaakt. En dat is gewoon niet goed voor de natuur. Maar um, er is een betere oplossing, want dan kun je recyclen. En dan kun je daar gewoon nieuwe elektra van maken. Afvalinzamelaar DAR is initiatiefnemer van het project. 20 scholen doen mee en zij strijden tegen elkaar. Hoe meer afval de kinderen verzamelen, hoe groter de kans op een prijs. De E-Waste Race, hè, de naam zegt het al. Dus per ingeleverd item kunnen de kinderen punten verdienen. En um, het ligt er maar net aan wat ze inzamelen. Het kan zijn dat het een broodrooster is, of het kan zijn dat het wat, wat groter is of een telefoon. En per ingevuld item vallen punten te verdienen. En uh, ja, die moeten we invoeren. En dan uh, ja, vallen er mooie prijzen te winnen. Uh, wij hebben heel veel, uh, gewoon heel veel Elektra al, volgens mij. Drie containers vol. En dat, dat elke keer als jij iets bijvoorbeeld. Iets binnenhaalt, dan is dat punten. En als je dan uiteindelijk punten haalt, bij 100 punten krijg je een dark bedankje, 500 recyclepakket bij 800 een vuurshowpakket of zo. En, uh, met dat pak en dan, uh, nu zitten wij al op 1300 of zo punten. Maar wij blijven gewoon nog steeds inzamen, want dat blijft gewoon nog steeds beter voor de hele wereld. Natuurlijk wil het Kloosterheufke heel graag winnen. Wij gaan wel voor zoveel mogelijk punten, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk, het dorp Deest zal geen Nijmegen zijn wat dat betreft. Maar we kunnen wel ons best doen. Ja.